In de interviewkamer ga ik elke week in gesprek met een molloot. Wat vindt de molloot van Wie is de Mol en hoe kijkt de molloot Wie is de Mol? Dit is de interviewkamer. Hey alle, welkom bij een aflevering van de interviewkamer. En in deze aflevering ben ik samen met Naomi. Naomi is ook fan van Wie is de Mol en vandaag gaan we het ook natuurlijk hebben over Wie is de Mol. Nou, Naomi, welkom. Yes, dankjewel. Nou, laten we dan eerst maar eventjes beginnen met wie is Naomi? Ik ben Naomi. Huh? Ja, heel raar. Nee, ik ben 17, bijna 18. Ik studeer nu voor media vormgever. ROC in Nederland. Kom uit Utrecht. Ja, dat ben ik heel kort samengevat. En houdt van Wie is de Mol? Toch? En ja, dat ook. Ja, ook van meer tv-programma's, maar ook van Wie is de Mol. Welke tv-programma's dan? Ja, Verraders, Make Up Your Mind, The Masked Singer, Expeditie Robinson vind ik ook leuk. Oh ja, ja, ja. Beetje dat soort spelprogramma's eigenlijk. Ja, wel gewoon spelprogramma's vind ik altijd wel leuk gewoon. Ja, ja, ja. Heb je nog broertjes en zusjes? Yes, één zusje. Eén zusje. Dus als we die zo meteen horen, het spijt me alvast. Nee, joh, dat komt wel goed. Je doet media vormgeven. Hoe lang duurt die opleiding? Ja, 3-4 jaar meestal. Maar ze letten niet echt... Het is meer, zeg maar... Ze kijken naar je groei en niet echt naar de tijd dat je erover doet of zo. Like, je moet wel, zeg maar, 2,5 jaar stage lopen. Maar voor de rest kijken ze niet echt naar de hoe lang je erover doet, zeg maar. Oh ja, ja. Dus het kan 4 jaar zijn, maar het kan ook 2,5 jaar zijn. Oh, oké. Okay. Maar moet je dan niet examens doen of zo? Of daarbuiten? Ja, maar ik doe nu, zeg maar, eind dit jaar volgens mij examen voor rekenen. Dan ook voor Engels en Nederlands. En voor de rest hoef ik niet echt examens te doen, want dat is, zeg maar, allemaal gewoon mijn werk. Wat ik lever. Dus. Lever. Doe je ook nog dingen buiten school? Dus wat doe je een beetje buiten school? Veel op mijn kamer zitten. Oh. Ja, heel gezellig. Oh, dat is wel iets minder. Ja, nee, net ontslag genomen bij mijn werk. Dus het werd te druk met school. Dus. Want je hebt te veel opdrachten of zo. Ja, zeg maar, ik zit soms gewoon tot 4:30 op school en dan verwacht iemand dat ik er om 5:00 ben. En dat gaat niet lukken. Ja, ja. Want het is niet, zeg maar, ik moet ongeveer 1 uur reizen. Dus dat... Maar waar werkt je dan? Waar werkt je bij dan? Bij de Plus. Oh, bij de Plus, ja. Ja, ja. Een supermarkt. Ja. Die zijn supermarkt. Daar een beetje van. We houden van supermarkten. Ja. Hè? We love supermarkten. Hey. Nee, hey. Ben je ook... Maar denk je dat je nog ergens anders gaat werken? Of denk je dat je eerst je opleiding gaat afmaken en je stages? Nee, ja, ik wil gaan freelancen. Dus. Dus je wil eigen dingen gaan maken? Ja, gewoon eigen dingen. Gewoon, gewoon voor 1 dagje bijvoorbeeld in een restaurant of zo, weet ik veel. En dan... Oh, zo. Ja, ja. Nou ja, leuk. Verdien je ook veel meer mee dan gewoon bij een supermarkt werken? Kan ik je zeggen. Denk, ja, nee. Ja, je kan 17 euro per uur verdienen als je voor als je bij Jonglands, als het goed is. Oh. Dus, en ik verdiende 5, 6 euro of zo. Ja, ja. En nu 17 euro. Als ik dat ga doen... Ja, ik mag het nog niet. Ik ben nog geen 18. Nog net niet. Nou ja, maar dan als je 18 bent, mag je het wel doen, dus. Ja. Ja, ja. Vanaf 18 is dat. Trouwens, dit is geen sponsorship of zo met jongens. Dus... Nee. Nee. Maar, jongens, als je... Maar. Nee. Als je slim bent. Nee. Ga niet bij een supermarkt werken. Zoek niet anders. We zitten natuurlijk ook bij een Wie is de Mol interview eigenlijk. Wow, nee. Echt. Ja, echt. Sinds wanneer kijk je Wie is de Mol?
Ik kijk het sinds 2016. Seizoen met Klaas. Oh ja, het seizoen met Klaas. Dat was wel een mooi seizoen. Ja, wat vond je een beetje van dat seizoen? Vond je het een leuk seizoen? Vond je het wat minder? Ik deed nog niet, zeg maar, mee met de molzoek, maar ik keek het gewoon met mijn ouders mee, zeg maar, toen. Maar altijd, zeg maar, leuk gevonden. Gewoon dat ze dan die opdrachten gingen doen en dan zit er toch iemand bij die dan niet helemaal doet wat er gedaan moet worden. Zoals de mol. Ja. Ja, op Oeps. Dit moment zijn het ook veel kandidaten die het niet doen, dus. Ja. Maar ik kan me herinneren, in dat seizoen was er in de tweede aflevering was er gelijk al een hint. En die hint die werd gevonden. Ja. Mol CF Klaas of zo. Mol CF Klaas. Ja, zoiets. Of ja, er was iets met een kruis of zo. En dat zou dan op zijn achternaam slaan of zo. Van Kruistem of zo. Oh, en als, ja. Als je al dat geld bij elkaar had, dan had je toch zijn hoofd. Ja, dan had je ook zijn hoofd. Ja. Dus maar mensen kwamen er heel snel wel achter. Maar waarom is dat echt? Is het je beste seizoen? Vind je het beste seizoen van Wie is de Mol? Yo, 2016 vind ik niet het beste seizoen, nee. Nee. Ik denk het beste seizoen. Of 2018 vond ik wel een heel goed seizoen. Of met het jubileumseizoen vond ik ook heel goed. Ja. Ik denk dat die twee. Het jubileumseizoen is ook wel echt. Echt ja, wel. Ja, die was echt goed. Een groot seizoen ook. Ja. Hoeveel mollen heb je tot nu toe goed? Sinds 2016, dus 7 jaar. Ik vind officieel 1, vind ik. Maar als je gaat kijken naar op wie ik allemaal heb ingezet, zeg maar op de laatste aflevering, zou ik er 2 goed hebben. Ik had en dat vanaf zijn? Aflevering 1 had ik Everon goed. En ik heb wel op Jurre ingezet vorig jaar. Maar ik denk dat jij dit ook wel weet, maar ik heb de hele tijd op Zoe gezeten. Ja. Tot het einde gewoon. Moet ik wel zeggen, ik heb iedere keer de punten verdeeld tussen Jurre en Zoe. Maar altijd wel, zeg maar, van Zoe is echt de mol. Maar gewoon als backup heb ik Jurre. Maar wel knap dat je even rondoor had. Ja, al vanaf het begin of zo. Zeg maar, we hadden die interviews, zeg maar, die livestream was geweest. En ik was zo van, Everon is anders of zo. Het voelt niet helemaal goed of zo. Dus ik was gelijk van, oké, ik ga op Everon en Kim Lian en we kijken wel aan hoe ver we komen. Ja. Ja, dat zou ik ook al. Dat had ik ook moeten doen. Dat had je ook moeten doen, maar dat heb je niet gedaan. Maar nee, het was Fresia er. Net zoals de rest van half Nederland. Maar goed, heb je ook een mol die je een beetje teleurgesteld vindt? Ja, René vind ik wel echt eigenlijk. Zeg maar, we hadden het onderlaatst ook over in de WhatsApp groep. Van heel veel mensen vinden René, zeg maar, wel een slechte mol, zeg maar, hoe ze het heeft gedaan. Ja. Maar ik weet niet, zeg maar, gewoon aangezien ook, zeg maar, er zijn kandidaten die meer uit de pot hebben gespeeld qua geld dan wat zij heeft gedaan. Zeg maar, door die 5000 euro. Kijk, ja. Ik snap dat zij dan niet met hun drie meegaat. Maar het is toch alsnog, ik weet niet. Ja, ik snap je zeker. Ik vond René zelf ook best wel teleurstellend. En Jurre ook. Maar dat is mijn mening. Sorry. Dat is mijn mening. Nee. Weet je wat het was? Het lag er gewoon te dik over bovenop bij Jurre. Waardoor het niet meer leuk was. Waarom mensen juist dachten het is leuker als het Daniel of Ranomi is. Ja, klopt. Als het Ranomi was geweest, dan was ik heel blij geweest. Dan was Gio echt heel blij geweest. Dan was Gio heel blij. Ja, het was Giovanni. Ja. Je zei net al iets over het beste seizoen. Maar waarom maakt bijvoorbeeld het jubileumseizoen een van jouw beste seizoenen? Waarom? Ik denk aangezien hun het spel al kenden, dat ze een beetje weten hoe het gespeeld moet worden. En aangezien het gewoon kandidaat zijn die al een keer hebben meegedaan en dan zie je ze weer. En
Het was zeg maar ook, zeg maar, als je begint naar, kijkt naar de beginaflevering. Zeg maar, altijd hebben ze aan het begin, krijg je eerst wel van, oh, dit ben ik. Zeg maar, ik ben Jurre Geluk en dit heb ik gedaan. Maar dat had je bij hun helemaal niet, zeg maar. Bij hun was het gewoon, ja, ik heb in dit seizoen meegedaan, punt. Ja. Dus het was lekker gewoon kort, we konden snel door met de opdrachten. Er waren ook nog eens leuke opdrachten. Ja, zeker. Dus. Ik vond alleen wel een beetje minder dat ze bijvoorbeeld die achter de rug opdracht, dat ze dat 2 keer herhaalde in het seizoen. Ja. Ik vond de opdracht wel heel tof. Maar... En dat Jeroen het heeft gedurfd. Ja, maar om het nou 2 keer precies hetzelfde te doen, kijk, het is een gewaagde molactie. Maar... Ja. Ja. Ja, dat was wel minder. Maar ja. Dat kan ook altijd heel leuk zijn, nog. Stel je voor, hij wordt gesnapt, zoals Nicky. Nicky die keek achterom toen. Toen was hij gesnapt. Dus dat maakt het ook wel weer leuker. Ja. Maar het leuke was, zeg maar, zij dacht ook zo van, oh, ik mag zo meteen ook nog. Ja, ja. Ik mag zo meteen ook nog achter iemand langslopen. Ja, ja. Maar zij heeft ook nooit tegen iemand gezegd van, ik heb Jeroen gezien. Klopt, zei ze maar, altijd. Ze hadden die opdracht met dat... Tycho had een briefje gescheurd of zo. Die had hij aan Jeroen gegeven. En die was ineens weg. En Tycho die confronteert hem ermee aan tafel. Mm-hmm, klopt. Maar Nicky heeft nooit gezegd van, ik heb Jeroen gezien achter me. Dat heeft ze of voor de zelfrouw, of ze was er niet echt heel erg bewust van. Of zo. Ik denk dat ze in het begin misschien er niet van bewust was. Maar later dat ze wel dacht van, oké, dit hou ik voor mezelf. Ja, ja, slim. Heel slim. Daarvoor zit ze ook in de finale. En had ze ook gewonnen zelfs. Gewonnen, zeker. Ja, ja. Waar ik misschien iets minder op trots op ben, zeg maar, met dat seizoen, is dat ik, nadat Rick had gezegd dat Tycho het niet was, ik nog steeds dacht dat Tycho het wel was. Ik was zo, het kan niet. Tycho. Ik zag iets niet. Oh ja, zo. Ja, het was die. Ja. Dat was wel een goed seizoen. Ja. Deed jij ooit iets op sociaal gebied met Wie is de Mol? Zoals Instagram of YouTube of andere apps. Als je dat nou niet doet, dan bijvoorbeeld iets als, denk aan sociale contacten of een beetje dat in die trend. Nee, ik heb nooit zeg maar iets met YouTube gedaan, zeg maar hinsteden of zo. Ja, ik heb wel een keer, even denken hoor, ik weet niet meer naar welk account het was. Ik heb wel een keer gezegd van, hey, dit zou een hint kunnen zijn. Het ging over Buddy volgens mij, was het iets. Yeah. Dat was dan, want Rick had gezegd dat hij de Benjamin van de groep was. Klopt. En ik vond dat toen een rare opmerking, dus ik ging opzoeken wat dat betekende. En dat betekent natuurlijk gewoon dat je de jongste van de groep bent. Ja, ja, ja. Maar het kan ook betekenen dat je stout bent of zo, weet ik veel. Dus ik zat gelijk zo van, maar dit zeg ik expres, dit is een hint. Dus ik heb het gelijk naar iemand doorgestuurd. Ja, ja. Uiteindelijk was het ook geen hint. Maar dan kom ik gelijk op de mooie volgende vraag. Hoe kijk jij Wie is de Mol? Dus zet je bijvoorbeeld tv aan en ga je zitten en ga je kijken? Of zet je de tv aan, ga je zitten, pak je je molboekje erbij, begin je met schrijven en ben je vervolgens om 12 uur 's nachts klaar? Of kijk jij het anders? Laat me dan, de tweede doe jij. Dat is nog erger, maar dat laat ik voor wat het is op dit moment. Meestal ligt het net aan zeg maar, hoe druk ik het heb thuis. Maar meestal kijk ik het gewoon met mijn vader en met mijn zusje ook wel eens. En dan zitten we gewoon op de bank, gewoon eerst rustig te kijken. Dan als het is afgelopen, dan bespreken we het gewoon even kort na van, hey, dit waren rare dingen. En dan meestal s'avonds, als ik dan eigenlijk moet slapen, ga ik dan nog een keer kijken. En dan ga ik echt puur op hints kijken, zeg maar. Ja, ja. En dan heb ik ook wel eens, zeg maar, als het zeg maar, te druk is, dat we het even niet kunnen kijken met z'n allen. Dan ga ik het stiekem zelf vooruit kijken, zodat ik al wel weet dat ik geen spoilers heb voor mezelf. Dat ik niet dan ineens op jouw account kijk en dat ik zie wie er is afgevallen. Oh ja, oeps. Is wel eens gebeurd. Spoiler alert had ik erbij gezet. Ja, maar soms
zit die bij mij al op de tweede slide. Dus dan zie ik niet die spoiler alert eerst staan. En dan heb ik het voor mezelf verpest. Dan moet ik misschien de volgende keer 3 posts doen. Zo. Slim van jou. Ja, dat gewoon... ja, slim hè. Nee, maar dan ga ik het gewoon al wel kijken. En dan doe ik gewoon tegen mijn ouders alsof ik het nog niet heb gekeken. En dan kijk ik het dan zo dubbel. Oh ja, slim. Dan kijk ik het wel altijd gewoon dubbel. Gewoon, ja, ja. Omdat en... je dan de eerste keer dan, naar de eerste keer kijken, dan weet je wie eruit is. En dan hoef je daar zeg maar niet meer op te letten. Ja, dat klopt. Ja. Ja, 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 handig hè. Maar wel heel gezellig dat jullie het met het hele gezin kijken. Ja. Ja, want het kan ook soms niet zo zijn. Nee, dat, ja. Dat kan soms ook. Ja, dat kan ook. Zou jij dat hebben, Tim? Soms. Ja. Of nou ja, soms. Laten we zeggen altijd. Ja. Goed. Wat vind je eigenlijk het allermooist aan het programma? Het kan van alles zijn. Oeh. Lastig, hè? Ja, die is lastig. Het mooiste. Het mooiste aan het programma. Dus wat vind jij dat je denkt, dit is de key waardoor dit programma al meer dan 20 jaar bestaat? Ik denk dat de locatie ook wel zeker mee helpt. Dat ze ieder jaar gewoon een andere locatie hebben. Met de droombeelden. De droombeelden. Die helpen zeker mee. Want daardoor denken mensen ook heel vaak zo van, oh my god, daar wil ik nu ook heen. Wat ook weer voor het land fijn is. En dat ze niet, zeg maar, altijd dezelfde kandidaat gebruiken. Want dan zou het ook niet meer leuk worden natuurlijk. Ja, oké, okay, ja, logisch. Ja, ja, ja. En ze bouwen wel gewoon elke keer die spanning op. Ook op een andere manier bedoel je meer, denk ik. Ja. Nee, ja. Maar nu ook bijvoorbeeld, zeg maar, normaal is al lang uit wie de kandidaten zijn. En nu, of tenminste, vorig jaar was het dan wat later dan normaal. Maar meestal is het wel gewoon rond november komen ze uit. En nu zit iedereen zo van, oh, maar wanneer komen de kandidaten dan? Weet je, daar begint het dan al mee. Dan is het zeg maar gewoon december stil. En dan is iedereen weer, oh ja, het is bijna januari, weet je. Oh, ja, het ja, is ja. Een mooie spanning die ze dan zo opbouwen. Oh, zo bedoel je. Ja, ja, ja. Maar dat is niet wat de makers opbouwen. Dat is meer wat de moloten zelf opbouwen. Ja, maar ook zeg maar, als hun zeg maar, zeggen van, nou, we gooien die kandidaat een week van tevoren online. Ja, oké. Een week later, dan begint het. Zeg maar, hun denken ook wel over na, hoe ze dat doen. Ja, tuurlijk. Zeg maar, net als vorig jaar dat ze, zeg maar, die hele, het hele evenement hadden. Ja, ja, ja. Dat ze, zeg maar, van, we moeten die kist open krijgen. En dan krijgen we te horen wie de kandidaten zijn. Ja, dat is leuk. Dat moeten ze gewoon dit jaar weer doen. Vind ik. Doen ze niet. Dat doen ze waarschijnlijk niet, maar dat zouden ze wel moeten doen. Ze zouden, ja, over een fandag weer. Want... ja, beter. Dat moet wel. Beter doen ze weer een fandag. Ja. Ja, vind ik ook. Jeetje, we hebben afgedwaald naar fandag vanaf het mooiste van het programma. Het mooiste van het programma is de fandag. Het mooiste van het programma. Nee, ik heb altijd dat de mensen, de molloten, als één groep samen, zeg maar. Dat ze echt met z'n allen iets aan het doen zijn. Ze zijn een vraag aan het beantwoorden. Ja. Weet je dat? Ja. Ja, dat is ook wel... Want ik maak natuurlijk vanuit mijn YouTube dingen dat er veel gebeurt om je heen als je een videootje maakt over hints. Ja. Uiteindelijk. Ja. Weet je wat dan ook is? Mensen die gaan jou dan volgen. Als jij bijvoorbeeld zegt, ik denk dat Daniel de mol is, dan gaan mensen er ook over nadenken en denken ze, oh ja, Daniel is misschien wel de mol. Ja, ja. Terwijl als ik tegen mensen zeg, Jurre is de mol, dan denk ze, ja, Jurre is de mol. Ja, het komt wat meer snap over. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja, 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 ja. Heb jij het altijd druk tijdens Wie is de Mol? De periode? Nou, niet dat ik denk van, oh, ik kan het niet meer bijhouden of zo. Ik heb
sowieso, ik maak altijd tijd voor Wie is de Mol. Dat sowieso. Of het nou om 12 uur 's nachts is. Of gewoon om 8:30 als het op tv is. Of vroeg in de ochtend. Ja, ja. Maar het is niet dat ik dan het heel druk heb van... Oh, zeg maar, ik weet wel bijvoorbeeld dat... Zeg maar, bijvoorbeeld jij en Dinan die dan dingen posten. Die hebben het dan wat druk, omdat jullie dan ook nog die hints... Jullie moeten die post maken om die hints ook weer online te zetten en dat soort dingen. Dus jullie hebben het sowieso wel drukker. Ik heb het niet echt druk dat ik, zeg maar... Ik heb geen tijd meer voor of zo. Nee, nee, nee. Jij, take it easy. Let's chill. Yeah, take it easy. Nee. Wat hoop je dat er nog gebeurt in de toekomst van het programma? Ja, aangezien ik ook wel denk zo van... Ze hebben best wel veel gedaan, zeg maar. En zeg maar, ik denk dat mensen, als mensen gaan zeggen twee mollen, dat wordt sowieso niet leuk als er twee mollen gaan komen. Nee. Wordt het ten eerste moeilijker voor ons. Nou, of juist makkelijk omdat er dan twee mensen hebben. Dus dan is de kans groter dat je een mol hebt. Maar het is gewoon niet leuk als je twee mollen hebt. Zeg nee. Maar we zien al wat er gebeurt, zeg maar, als alle kandidaten gaan mollen. Mm, klopt. Sommige mensen die zouden ook zeggen geen mol, maar dat is ook weer... Geen mol? Ja, ik heb mensen voor die dan geen mol willen. En dan denk ik, ja, maar dat helpt toch niet? Nee, dat kan ook niet. Nee, daarom. Nee, wat me wel nog een keer leuk lijkt, is gewoon weer een seizoen met onbekende Nederlanders eigenlijk. Ja, ja. Ja, dat voel ik precies hetzelfde. Oh. En ook gewoon dat je misschien daarvoor zelf kan aanmelden. Misschien ook een beetje. Misschien. Misschien. Maar misschien. Nee, maar op een gegeven moment ga je ook geen BN'ers meer hebben die kunnen. Snap je? Dan heb je elke BN'er wel een keer gehad. Ja, dan precies. Maakt het niet uit of het zeg maar een ABN'er is of een BN'er die bijna niemand kent. Een ABN'er. Ja, ik heb het een keer. Zeg maar niet dat je zeg maar niet meer een Jan Versteeg hebt of zo. Snap je wat ik bedoel? Nee, ja, ik snap wat je bedoelt. Iedereen kent. Ja, 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 ja. Of zeg maar BN'ers waarvan heel weinig mensen diegene kennen. Ja, en daarover gesproken, wie zou je nog willen zien als BN'ers in dit programma? Oeh. Ja, ik denk dat je deze wel een klein beetje van me verwacht, maar Holly lijkt me heel leuk. Holly met brood. Ja, ja, ja. Ja, het lijkt me ook wel leuk om een YouTuber of zo erin te zien. Zeg maar, we hebben nu wel Nicky gehad. Maar ook leuk als bijvoorbeeld gewoon een andere YouTuber. Ook gewoon... Enzo Knol. Enzo Knol zie ik het weer niet doen. Ja, ook weer wel aan de ene kant, maar ook weer niet, snap je? Hij moet vlogs maken, hè? Dat kan niet. Ja, hij moet vlogs maken, dat kan niet. Ja, maar dan neemt Myron het even van hem over, toch? Oh ja, oh ja. Maar Holly May Brood is wel een leuke. Ja. Die heeft nee. Volgens mij is daar meegedaan aan de Verraders, toch? Ja. Ja, Verraders. Ja, ja, ja. Daar was ook wel leuk in, volgens mij. Toen. Ja, zij was een verrader. Seizoen 1. Oh ja, ze was een verrader. Dat weet het. Ik dan weer. Seizoen 1 dat was dat. Het. Ja. Ja. Besef dat. En we zitten in seizoen 5? Met Halloween erbij wel. Met Halloween erbij wel, ja. Ja, en dan heb je ook nog één... Videoland seizoen voor mij. Dus dan kom je op 6. Ja, zoiets. Zoiets. Bizar. De Verraders. Bizar. Bizar. Ja, nee. En even denken, wie zou me ook nog leuk lijken? Mo lijkt me ook leuk trouwens. De wie? Mo. Oh, Mo, ja. De rest, ja. Ja, ja. Ja, lijkt me ook wel leuk. Ik zie het ook wel voor me dat zij mee zou doen. Ja, ik zie het haar ook zeg maar wel doen. Ik heb ook steeds vaker een beetje met Rachel Rozier, ik weet niet of je die kent. Ja. Die heeft ook Checkpoint gepresenteerd en zo. Maar die vind ik ook wel een leuke kandidaat qua persoonlijkheid. Ja. Qua enthousiasme ook meer. Ik weet ook wel een beetje hoe ze denkt in dingen en zo. Dat vind ik persoonlijk weer iets minder. Maar ze zou wel een hele leuke kandidaat kunnen zijn voor Wie is de Mol. Ja. Ja, die zou ook wel leuk zijn als kandidaat. Ja. Waar let jij op in het programma? Let jij
echt op de hints? Of let je ook heel veel op de molacties? Ja, ik denk wel, ik let overal wel een beetje op, zeg maar. Ik let wel op hints. Maar ik kijk ook bijvoorbeeld wel naar Follow the Money. Mm-hmm. Zeg maar, hoeveel, zeg maar, verdienen mensen en hoeveel, laat ze uit de pot, zeg maar. Ja. En molacties natuurlijk, ja ook. Ja, dus eigenlijk gewoon een beetje eigenlijk alles. Een beetje alles, ja. En dan heb ik nog een vraag voor je. En dat is, waarom zouden mensen Wie is de Mol moeten kijken? Wat maakt het programma zo goed dat eigenlijk iedereen in Nederland moet kijken en niet 7 miljoen mensen? Oh, dus je wil nog meer kijkers lokken voor Wie is de Mol. Daarom doe je dit? Nee. Ja, tuurlijk, nee. Ja, je bent gewoon stiekem gevraagd. Nu snap ik het. Nee. Je weet me nooit, hè? Gewoon ineens wordt Tim gevraagd om eventjes wat meer aandacht op Wie is de Mol te krijgen. Je weet het niet. Nee, maar waarom zouden mensen het per se moeten kijken? Omdat het elk seizoen is het anders. Het is altijd, ja, het is altijd gewoon leuk, zeg maar. Het is heel doordacht soms. Zeg maar, je moet soms heel ver doordenken voordat je iets hebt. Mm-hmm. Maar als je het dan hebt, dan is het ook wel weer. En ik denk dat het leuke is juist het zoeken naar de mol en dan de hele tijd misschien wel ook verkeerd zitten. Dat je aan het einde dan denkt zo van, oh, kijk, dat was nou echt de key. De mol. Ja, de key, ja. Zeg maar. Het is gewoon leuk om zelf iets te zoeken en misschien te vinden. Ja. Ja. Ja, ik snap wel. Ik deel dezelfde mening, zeg maar. Ja. Heb je nog een beetje eigen toevoegingen? Of wat zou je de kijkers mee willen geven van deze video? Ga gewoon Wie is de Mol kijken. Ga gewoon Wie is de Mol kijken. Ja, dat zullen ze waarschijnlijk doen. Nee, dat doen ze niet, denk ik. Is dat een goede vraag, Tim? Volg je gevoel. Ja, volg je gevoel. Dat is op zich wel een goeie. Maar als heel veel mensen zeggen, zeg maar net zoals, ik kan me nog wel herinneren, een live met jou, Arjen en Kim volgens mij. Ja, dat en jullie de hele tijd zeiden van, ja, Daniel is de mol. En dat heel veel mensen eraan meegaan. Maar als jij denkt, Jur is de mol. Oh, zo. Of net zoals Giovanni denkt, Ranomi is de mol. Gewoon lekker je gevoel volgen. Ja. En niet overgehaald worden door YouTubers of andere mensen. Word niet overgehaald door Tim. Dat is de tip. Tenzij ik het goed heb. Waar heb ik het goed gehad op YouTube? Ja, maar dat weet je toch niet? 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 Jeroen had ik goed. Ja, dat is Jeroen goed. Dat is één. Maar dat was de enige op YouTube die ik goed had. En toen was ik nog niet eens op beeld. Dus. Nee, wat ik trouwens ook wel als tip meegeef. Als je echt zeg maar er diep in wil gaan. Ga de Procast luisteren. Oh ja. Ja. Zo. Ja. Dan. Ja. Dat komt wel goed als je dan er diep in wil gaan. Nee. Podcast luisteren doe ik ook heel veel. Bijvoorbeeld de Procast. Echt? Zeker weten. Ja, ik luister het echt. Ja, nice. Nice. Ik vind dat soms zo heftig om te beseffen dat mensen dan een uur zitten te luisteren naar 3 molloten die maar een beetje gaan lopen praten. Ik luister het niet aan één stuk door, hè? Verdacht vinden. Ik luister het niet in één stuk door. Alsnog. Ik zeg maar, als ik dan bijvoorbeeld in de bus zit en dan luister ik er gewoon naar. En dan stap ik weer en dan ben ik weer thuis en dan zet ik het weer uit. En dan later zet ik het weer aan en dan kom je zo wat de week wel door in principe. Ja. Leuk. Dus. Nou, Naomi, heb je zelf nog iets om te zeggen? Of is dat het een beetje voor jou? Ik denk dat dit het wel is. Volg Tim. Abonneer. Dankjewel. Nee, dan wil ik jou heel graag bedanken, Naomi. Voor dit Yes. leuk gesprek, denk ik. Het was een leuk gesprek, toch? Ja,
Ja, ik vond het heel gezellig. Ja, ik heb veel gehoord van jou, hoe jij nou Wie is de Mol kijkt en hoe jij nou kijkt op Wie is de Mol. Dan wil ik jullie bedanken. Bedankt voor het kijken. Abonneer voor meer. En dan zeg ik tot volgende week. Laters. Later.